Goedemiddag. Ga jij je lichaam schenken aan de wetenschap? Als ik dood ben. Bedoelt je later? Oeh, Nee, denk ik. Jo, maar... Oeie, Ja, absoluut. Er is al een stuk besteld. Is het al besteld? Dat is al besteld. Ja, je zit dood. Allee. Eens dat ik er niet meer ben en ze kunnen daar andere mensen mee helpen, doe dan maar. Weet je wie nu heel blij was geweest met deze antwoorden? Andreas Vesalius. Want die moest vroeger op het kerkhof lijken gaan stelen om ze te kunnen dissecteren. Want niemand wilde in zijn tijd zijn lichaam afstaan aan de wetenschap. Hoe dat komt, dat gaat Tine Klaas ons vertellen. Tine Klaas is historica aan de KU Leuven en we ontmoeten haar in het Anatomisch Theater in Leuven, dat vroeger ook echt gebruikt werd om lijken in te dissecteren. En eigenlijk was het idee dat hier het lichaam lag. Het licht kwam dan van alle kanten uit de ramen mooi gelijkmatig daarop. En rondom rond waren er banken waar studenten op zaten die dan keken naar hoe de dissector het dode lichaam opensneed. Die architectuur die was ook specifiek voor anatomische theaters, dus er werd gekeken naar de lichtinval, maar ook naar de luchtcirculatie en soms ook naar hoe de afvoer van lichaamssappen kon gebeuren. Dus een soort van rioleringssystemen, waardoor de lichaamssappen naar een rivier konden afgevoerd worden. In andere waren er luchtventilatiesystemen, dus dat was echt wel iets high-tech qua architectuur in die tijd. Nu, in de tijd van Vesalius, de 16e eeuw zijn we dan, toen bestond dit anatomisch theater nog niet. Dit is pas gebouwd in de 18e eeuw. En ja, Vesalius die was echt een van de eerste die op het idee kwam om lichamen open te snijden. Hij moest dan ook hard zoeken naar die lichamen om te kunnen dissecteren. Waarom wilde vroeger niemand zijn lichaam schenken aan de wetenschap? Wel, in de 16e eeuw was dat eigenlijk niet per se nodig. Want als anatomen meer te weten wilden komen over hoe de mens van binnen in elkaar zat, dan sneden ze geen mens open, maar wel honden of aapjes. En voor Vesalius was dat een heel grote frustratie, want hij wilde zelf lichamen opensnijden. En Vesalius is toen een aantal lijken gaan stelen, inderdaad, van kerkhoven, soms zelfs van de galg. En het is pas nadat hij enige bekendheid had gekregen met zijn werk over anatomie, dat er ook enkele magistraten, dus belangrijke politici, hem lijken begonnen schenken. Dat waren dan lijken van criminele mensen die de dissectie eigenlijk kregen opgelegd als een extra straf. Omdat ze hadden gemoord of gestolen, mensen die eigenlijk als onfatsoenlijk werden aanzien. Dus als jij iemand gewoon was, als jij wilde als fatsoenlijke mens door het leven gaan, dan wilde je vooral niet met een dissectie worden geassocieerd. Op lichaamsschenkingen moest Vesalius dus niet rekenen. Hij heeft het dan maar met de lijken van misdadigers gedaan. Want voor Vesalius hadden dokters een redelijk fout beeld van hoe we er van binnen uitzagen. Mensen die geneeskunde studeerden, die vertrouwden eigenlijk nog heel erg op de anatomische leer van Claudius Galenus. Dat was een arts uit de oudheid, maar hij had vooral dieren opengesneden, dus varkens en honden. En daarop had hij zijn ideeën over de menselijke anatomie gebaseerd. Dus hoewel dat daar ja, veel fouten in stonden, bleef dat toch 1000 jaar lang de basis die artsen leerden. Tot Vesalius dus. Hij veranderde heel dat beeld over onze menselijke anatomie. Hij heeft zo'n 10 lijken opengesneden om uiteindelijk al zijn kennis te verzamelen in een superdik boek, De Fabrica. Dus dit zijn zo echt de beroemde prenten van Vesalius. Dat zijn die spiermannen in van die landschappen, die dan vaak ook ja, symboliek bevatten. Dus die dan verwijzen naar de dood bijvoorbeeld. De voorpagina van De Fabrica is dus ook zo'n typische scène in een anatomisch theater waarin één iemand dissecteert en dan heel veel mensen rond aan het kijken. In de 19e eeuw groeit het geloof dat elke student in de geneeskunde zelf moet kunnen dissecteren tijdens zijn, toen nog geen haar, alleen zijn opleiding.
Er waren dan ook veel meer lijken nodig voor de wetenschap. En eigenlijk heeft in die tijd de politiek een handje geholpen. Dus er kwam een wet en die stelde dat de lijken van mensen die overleden in ziekenhuizen, dat die mochten dienen voor dissectie. En het ging dan ook nog eens om zogenaamde niet opgeëiste lijken. Je denkt dan dat zijn mensen zonder familie of vrienden, maar dat is niet zo, want om een lijk te kunnen opeisen moest je kunnen betalen voor de begrafenis. Dus in de praktijk waren het vooral de lichamen van armen die dat op de dissectietafel belanden. Ook verantwoord vanuit dat idee van straf. En nu ging het er eigenlijk om dat die armen waren behandeld geweest in een ziekenhuis op kosten van de staat, dat die ook werden begraven op kosten van de staat. En eigenlijk was het een soort van aflossing van hun schuld. Daar groeide ook wel protest tegen, zeker in de late 19e eeuw, wanneer er ook nieuwe denkwijzen ontstaan over armoede. De opkomst van het socialisme, er komt algemeen meervoudig stemrecht en in die tijd wordt ook die dissectie van armen een politiek issue. Verschillende stadsbesturen gaan op het einde van de 19e eeuw hun wet aanpassen, zodat ook armen het recht krijgen om een dissectie te voorkomen. Zo konden arme mensen hun overleden familielid nu wel weer opeisen en kregen die een begrafenis. Maar nu krijgen de wetenschappers en geneeskundestudenten weer een probleem. Ah ja, want nu dat arme mensen niet meer systematisch op de dissectietafel terechtkomen, zijn er opnieuw te weinig lichamen. Hoe is dat opgelost geraakt? Eigenlijk was het begin van de oplossing een onverwachte brief. In 1899 schreef een zekere François Gobbe een brief aan de directeur van het Brusselse Sint-Jans ziekenhuis. En die brief die ging als volgt. 13 november 1899, Anspachlaan 199, Brussel. Ik schenk mijn lichaam aan uw anatomische amfitheater om te dienen voor het onderwijs van studenten in de geneeskunde. Niets of niemand kan mij stoppen. Mijn zoon Ernest heeft hiervoor mijn instructies ontvangen. Nadien moeten mijn stoffelijke resten in een gemeenschapsgraf worden gegooid zonder iemand te waarschuwen. Ik sterf vannacht door mijn eigen vrije wil. Met de meeste hoogachting, François Gobbe. François Gobbe was niet de enige. En we weten uit historisch onderzoek naar het begin van lichaamsschenkingen dat in die beginperiode het eigenlijk vooral mensen waren die zelfdoding overwogen, die hun lichaam afstonden aan de wetenschap. En dat dat mensen waren die dat eigenlijk met hun dode lichaam een deel wat zij vonden dat ze slecht hadden gedaan tijdens hun leven, dat wilden goedmaken. De mensen die zelfmoord pleegden, die schonken hun lichaam om zo te kunnen boeten voor het volgens hen slechte leven dat ze geleid hadden. Maar dat waren nog altijd niet genoeg lichamen voor de wetenschap. Eigenlijk had je ook gewone mensen nodig die dachten aan lichaamsschenking. Nu, wat had je dan nodig om die mensen zo ver te krijgen? Een goede PR-campagne. Dus het eerste wat er gebeurde, is dat anatomen zelf het goede voorbeeld gingen geven. Fuck, you've cut yourself. Jaeger's needle is soaked. Clamp it off. Stay back. Dus je krijgt een aantal anatomen die dat in de krant laten printen ook, dat ze zelf hun lichaam gaan schenken aan de wetenschap. En zo willen ze eigenlijk de reputatie van hun werk en van hun instituut gaan verbeteren. Je gaat ook steeds meer artikelen krijgen over anatomen die als martelaar worden neergezet. En dat gebeurde eigenlijk ook met de beeldvorming rond Vesalius. En de risico's die hij nam om lichamen te stelen van de galgen, dat hij zou hebben gevochten met honden om een ontbonden kadaver, dat soort van verhalen. Iets anders wat er gebeurde, is dat men anatomische theaters eigenlijk anders gaat bouwen. En je krijgt een nieuwe vorm van architectuur voor die theaters die gaat lijken op kerken. Dat is neogotiek. Je ziet die vorm van die ramen en zo. Dat had echt als bedoeling om er heel respectvol uit te zien.
Eigenlijk wilde men dat mensen dachten aan kerken, omdat dat werden gezien als gebouwen waarin er met respect werd omgegaan met de doden. Hier is dus de pijlen. Dat was heel praktisch, want dan kon je eigenlijk snel weg met je afval van de lichamen, met de lichaamssappen en zo. Heel hygiënisch, vond men. Dat dacht men dan, ja. Er waren ook acties gericht op ongelovigen. En die gingen veel meer de dissectie voorstellen als een alternatief leven na de dood. Dus eigenlijk het idee dat je kon verder leven in wetenschappelijke data, in bevindingen. Dus dat je op die manier ook nuttig kon zijn na de dood, zelfs als je niet geloofde in de hemel of in het eeuwige leven. Dankzij al deze acties zie je dat er rond het midden van de 20e eeuw een nieuwe manier van denken ontstaat over dissectie, waarin dat niet langer wordt gezien als een straf, als iets negatief, maar wel als iets nobels, als iets goed om te doen. En hoewel niet iedereen vandaag staat te springen om een lichaam te schenken aan de wetenschap, denken we daar wel vrij positief over en zien we dat als een goede daad. Dankjewel, Tine. En ja, het blijft dus nodig, die lichaamsschenkingen, want voor geneeskundestudenten is het echt heel belangrijk om toch al eens op voorhand een menselijk lichaam in het echt gezien te hebben. Wil je trouwens weten wat er met je lichaam gebeurt nadat je het geschonken hebt aan de wetenschap? Deze video zeker eens bekijken. Bye-bye. Kathleen, geef jij je lichaam aan de wetenschap nadat je dood bent? Nee, ik ga dat niet doen. De gedachte dat, dat je daar op een tafel ligt, dat er in u wordt gesneden, nee. Orgaandonor nog net. Ah, wel, ja, dat wel. Maar nee, ze moeten niet liggen keuteren in mijn lijf met al die... Ik vind dat wel keigoed, die mensen die dat doen. Hè? Dat is waar. Ik ben heel blij dat ze er zijn. Ja, maar, ja. Ik zou het toch ook niet graag hebben.